Biotown. Hallo mensen van Biotown. Ik ben Rick van Serpent Gameplay. En welkom bij een nieuwe aflevering van Rick's Magische Internetavonturen. Vandaag in Rick's Magische Internetavonturen gaan we uitzoeken welke YouTuber ik ben. Rick's Avonturen. Als je wilt weten welke YouTuber je bent, kan je 1. Naar je YouTube kanaal gaan. Of 2. Je gaat naar Google en je tikt in welke YouTuber ben ik. Boom. Welke YouTube-ster ben jij? Quizlet.nl. Oh, wat spannend. Oh, wat spannend. Wat staat jou het meeste aan? 2 streepjes? Dat een thee of taart? Wat is dit voor vraag? Ik denk de taart. Waar denk jij het eerste aan bij het woord dood? Lasers, dramatisch lied, moord. Sowieso dramatisch lied. Geen idee wat dit met YouTube te maken heeft. Wat doe je als je terugkomt van schoolwerk? Ik duik weg achter mijn PS3 of video's maken. Je kan ook video's maken met de PS3. Ik ga video's maken. Dat is best wel logisch als je YouTuber bent hoor. Het is niet zo alsof je 1 groep YouTubers hebt die video's maakt na school en de andere gaat PlayStation 3'en. Nee, die maken ook video's. Hoe vraag je iemand ten huwelijk? In een online game? Geknield met een ring? Gewoon op de bank of zo? Ik denk gewoon geknield met een ring. Dit zijn echt totaal geen vragen die duiden naar één bepaalde YouTuber. Laatste vraag. Hoeveel subscribers wil je hebben? Zoveel, ongeveer. Wie ben ik? Jouw uitkomst. Je bent grappig en beroemd. PewDiePie is je baan. Waarom ben ik PewDiePie? Wat een kut quiz! YouTube heeft vast nog veel betere quizzes die kunnen zeggen welke YouTube-ster ik ben. We pakken er gewoon nog eentje. Wil je Minecraft? Ja. Vertel je veel verhalen op het internet? Ja. Ben je behoorlijk slim en zet je jezelf vaak voor schut? Ja. Wie ben ik? Wie ben ik? Kom maar op! Ik ben Rick Broers van Serpent Gameplay! Woo! Wat? Waarom staat je hier überhaupt tussen? Volgens mij kom je alleen maar uit op Rick Broers van Serpent Gameplay. Want de statistieken, 100% van de mensen was Rick Broers van Serpent Gameplay. What the fuck? Ik snap hem niet helemaal. Kus, Bambi, knuffel, knuffel, kus. Ik begrijp je. Deze site staat helemaal nergens op. Iedereen ook, wel leuk dat ik zo'n site tegenkom die over mezelf gaat. We gaan terug. Welke YouTuber ben jij? Goeie vraag. Vind je hem leuk? Deel de quiz. Fuck off. Oké, start de test. Spannend. Welke kleur haar heb je? Ik vind mezelf een beetje bruinig, een beetje bruinblondig. Ik heb geen idee. Bruin. Bruin haar. Wat spreekt je het meeste aan? Gamen? Beauty? Vloggen? Of overig? Slash? Ik kan niet kiezen. Gamen, toch wel. Hè, Serpent Gameplay. Toch wel een groot deel gameplay, klein deel Serpent. Welke eigenschap past het beste bij je? Organiserend, bescheiden, grappig, YOLO. Ik denk YOLO of grappig. Een beetje beide. YOLO kan heel grappig zijn. Ik ga toch voor grappig. Ik ben een grappige jongen, soms. Wat is de eerste letter van je naam? Het is O tot en met Z, ja. Favoriete huisdier? Kat, kip, hond of huisdier? Ugh, nee, bedankt. Maar je bent er wel een hondenmens? Kom maar op met een hondje. Wat is je slechtste eigenschap? Arrogant, onzeker, chaotisch, brutaal. Sowieso chaotisch en brutaal zijn eigenschappen die erg bij mij horen. Arrogant, ik ben veel te goed om arrogant te zijn. Snap je, dat is een grap. Arrogant betekent dat je te goed voelt voor alles. Ik ben te goed om arrogant te zijn. Ik ben hyper arrogant. Chaotisch is denk ik wel mijn ergste eigenschap. Wie is jouw favoriet? Milan? Ilko? Teske, Alwin. Het zou me niks verbazen als heel veel mensen niet eens weten wie Alwin is. Het gaat tussen Milan, Ilko en Teske. Teske vind ik... Nee, ja, weet je, sorry Teske, maar je knuffelt met geiten. Dat is gewoon niet mijn ding. Ik eet geiten, dus die valt af. Ilko. Is Ilko überhaupt nog een YouTuber? Ik ga voor Milan. Milan is mijn favoriet. Wie is jouw favoriet? Kelvin? Kai? David en Revé? Diana? Interessant is sowieso dat je 2 antwoorden hebt die beginnen met een K en 2 die beginnen met een D. Ik ga lekker voor David en Revé. 2 vliegen in 1 klap. Hartstikke mooi. Wat is je favoriete woord? Chick? Very smoking dog? Chill? Of sassy? Ik vind mezelf wel iemand voor sassy met heel veel Griekse eien. Laatste vraag. Als je een YouTuber was, hoeveel subs zou je hebben? Ja, ik heb zelf 70.000 abonnees. Dus ik val hier tussen. Dan voel ik me meteen zo'n kut YouTuber. Ik zit tussen de laagste categorie. Als ik een YouTuber was, zou ik toch wel tussen de 250 en 500.000 abonnees hebben. Dat vind ik wel. Ja. Maak een account. Fuck het account. Laat me het resultaat zien zonder account. Ja! 50% David Harms. Je gaat voor de top. Professioneel, ijverig en soms een beetje te commercieel. Jij bent het, David. Met 42% Milan Knol, 42% Revé, 29% Diana Leeflang, 27% Kelvin, 23% Teske, 15% Kai, 14% Alwin en 7% Ilko. Ah, arme Ilko. Volgende!
de quiz! Welkom terug bij een nieuwe Welke YouTuber Ben Jij quiz. We gaan gewoon de volgende klikken. Oh, dit is welke held of heilige ben jij? Ook goed, joh. Doe ik die quiz toch lekker. Wat is je geheime wapen? Een koffer vol gadgets? Een trouwe bondgenoot? Overtuigingskracht? Ik ben onbeïnvloedbaar. Overtuigingskracht. Wat een saaie power. Voor wie ga je door het vuur? De heer? De onderdrukte, het dier of de allerarmste? Geen van alle eigenlijk. Ik hou niet zo van vuur. Het dier. Weet ik het wat, joh. Welk karakter past het beste bij jou? De morele pionier. Het zorgzame type. De martelaar. Ik zou het niet weten. Ik doe niet aan zelfreflectie. Toch al die laatste. Fuck zelfreflectie, man. Dictator Robert Mugabe is gevangen in een brandend flatgebouw. Wat doe je? Ik zorg dat de camera's op mij gericht zijn, terwijl ik een allesverwoestende bom door het raam gooi. Ja, ik hoef de andere antwoorden niet eens te lezen. Alles verwoestende bom, altijd 10 punten. Welke wapensspreuk past het beste bij jou? Wat kapot kan, gaat kapot. Tuurlijk, hoe ver ga je voor principes? Tot in de goot. Ja, dat klinkt wel inspirerend. Wie ben ik? James Bond op het Zomernachtcafé. Waarom is alles op het Zomernachtcafé? Franciscus van Assisi op het Zomernachtcafé. Nelson Mandela. Wat een kutquiz! Yay, we doen er nog eentje. Wat voor video's zou je maken als YouTuber? Challenges, weet je, vooral hele professionele video's die niet heel lang duren. Opdrachten die kijkers geven en challenges, dat is een soort van hetzelfde, hè? Drolhoofd die deze quiz heeft gemaakt. Ik doe van alles op YouTube dan. Wat is je lievelings eten? Pizza zonder kaas, alles wat maar a bar is. Geen idee, milkshakes. Milkshakes zijn drinken! Fuck! De enige keuze zijn dus eigenlijk, ik weet niet wat mijn lievelingseten is, of pizza, of als het maar eetbaar is. Oké, dan ga ik voor pizza zonder kaas, joh. Lievelingsliedje, Soul of the Show, ken ik niet, geen idee. Dat nummer ken ik ook niet. Anders wat rock of heavy metal is, als het in de top 40 staat. Rock of heavy metal dan. Ik ben Stuk TV, daar zijn ze achtergekomen, maar 3 vragen. Wat een kut quiz! Dat was de fantastische Welke YouTuber Ben Ik video. Ik ben erachter gekomen dat ik Stuk TV ben, David en mezelf. Yay! Woo! Overigens ben ik ook James Bond in een zomercafé. Hartstikke duidelijk. Ik wil me graag verontschuldigen aan alle YouTubers ooit dat ik besta. Dankjewel voor het kijken van deze Rix Internet avonturen. Volgende week een nieuwe Rix avontuur, daarna weer een nieuwe Rix Internet avonturen. Ik heb trouwens keihard suggesties nodig. De ideeën voor Rix Internet avonturen lopen leeg zoals een zak water. Met een gat erin. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week. Doei.